Welkom, ik ben Danielle en in deze video gaan we kijken naar de commando's CAT, HEAD en TAIL. Het commando CAT wordt gebruikt om de inhoud van een bestand te tonen. Nou, je kan daarbij nog het extra commando WC gebruiken om uh, de wordcount te bekijken, en je zou het commando NL kunnen gebruiken om de number line weer te geven. Het commando HEAD toont standaard de eerste tien regels en dat wordt vaak wel gebruikt om een soort van samenvatting te lezen, en wat je, dat je een beetje weet wat de inhoud van het bestand is. Het commando tail toont juist de laatste tien regels. En met min f worden nieuwe regels ook gelijk toegevoegd aan het bestand. En dat wordt wel veel gebruikt om bijvoorbeeld logmessages uit te lezen. En dan kan je gelijk zien welke nieuwe logs erbij komen. Laten we dat eens in de Linux machine bekijken. Ik ben hier ingelogd als de gebruiker user op een CentOS 7 machine. En als ik kijk in de map documents, dan zie ik daar het bestand the cake is alive staan. Gebruik ik nu het commando CAT, dan kan ik de inhoud van het bestand zien. Nou, hij geeft hier gewoon rechtstreeks de inhoud van het bestand weer. Zou ik het commando CAT, de keken eens lie, met een pipe, hè, zodat hij eerst het ene commando uitvoert en vervolgens de uitvoer van dat commando doorstuurt, en dan WC, wordcount, dan geeft hij aan dat er. 78 lines zijn, 280 woorden en in totaal 1451 karakters. Datzelfde kan ik doen voor NL. En dan zet hij keurig voor elke line waar tekst staat. Dus niet elke regel, maar elke regel waar tekst staat, geeft hij dan een nummer. Het commando het toont standaard de eerste 10 zinnen van een bestand. Dus als ik bijvoorbeeld het, de keken een lie doe, dan toont hij de eerste 10 bestanden. Nou, dan kun je toch een beetje uit opmaken waar de tekst over gaat. Gebruik ik het commando tail, dan toont hij de laatste 10 regels van het bestand. Het commando tail lijkt misschien niet zo, niet zo useful op dit moment. Maar stel je voor, ik pak een logbestand waar nou ja, continu logs aan toegevoegd worden, dan is het handig om te zien welke nieuwe logs er zijn. Nou, hiervoor kan je bijvoorbeeld het commando min F gebruiken. Dus wat je dan doet is tail min F. En ik pak even een van de grootste logbestanden die er op dit moment op mijn systeem staan. VAR. Um, die zit dus in de map VAR, in de map log. En dan messages. Nou, dan zegt die permission denied, want dat is maar goed ook. Ik mag als gebruiker niet zomaar uh, logmessages uitlezen. Dus ik moet even inloggen als root. En dan zeg ik alsnog tail min F. Var log. Message. Nou, je ziet hier, hij toont de laatste 10 logbestanden. En mocht er nou een nieuw logbestand bijkomen, dan zal hij dat er ook bij zetten. Kijk. Dus dit vult hij elke keer gewoon aan. Om het commando te stoppen, typ je Ctrl+C. c Dan gaat hij eruit. Dus dit slaat verder niks op. Ik zeg alleen, laat me de laatste regels zien. En dat zijn de commando's cat, head en tail. Met cat kan je dus de inhoud van een bestand zien. Met head kan je de eerste tien regels van een bestand zien. En met tail kan je de laatste tien regels van een bestand zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!